Welkom bij de Stagecoach Sessions met Richard Hallebeek. Oké, één ding wat ik graag zou willen vertellen is wat ik veel gebruik. Ik gebruik toonladders met 3 noten per snaar. Dat kennen de meeste gitaristen wel. Dit is bijvoorbeeld A Dorisch. 2, 3, 1, 2, 3. Speel 3 noten per snaar. Je gaat ze natuurlijk niet met 3 noten per snaar op en af spelen. Dat wil je natuurlijk niet. Eén ding wat ik op een gegeven moment heb ontdekt is, wat heel tof is, is dat je steeds een noot overslaat. Dus je speelt niet 1, 2, 3, maar je speelt 1, 2, 4. Dan ga je naar de volgende noot toe. En automatisch plak je dan 2 posities aan elkaar. Bijvoorbeeld, we hebben hier G ionisch, 3 noten per snaar. Hier heb je A dorisch, 3 noten per snaar. Als ik vanaf G ionisch speel ik de... Dit is eigenlijk vies logisch. Eerste 2 noten. En dan sla ik de 3e noot over, ga ik naar de 4e noot. Ik noem dat 1, 2, 4 ladders. 1, 2, 4. 1, 2, 4. Zo krijg je een hele mooie... 4, 1, 2, 4. 1, 2, 4. 1, 2, 4. Zo krijg je een ladder met hele grote intervallen. Plus je plakt 2 posities aan elkaar. Wat ik dan vaak doe is dat ik dan een beetje de hals over ga. Dus dan ben ik al van de 2e fret helemaal naar de 15e fret gegaan. Op een heel simpele manier. 1, 2, 4... Hier zit 1, 2, 4. Daar. En daar weer. Dus op die manier kan je heel makkelijk posities aan elkaar verbinden. En ben je heel vrij om over de hele hals te gaan. Ik zal een klein stukje laten horen met de muziek erbij. Ik ga hier van 1, 2, 4, 1, 3, 4, ik sla die 2e noot over, 1, 2, 4, 1, 3, 4, 1, 2, 4. En hier 1, 3, 4. Dus in zijn geheel is dat. Ik zie jou nu ook een techniek gebruiken in je rechterhand, een soort hybride picking techniek. Kun je daar iets over vertellen? Ja, het is eigenlijk zo gegroeid omdat ik die grote intervallen wilde spelen van Alan Holdsworth en Frank Mbala deden een hele hoop met sweep picken. Maar ik wilde dat hele strekken, dat was voor mij niet zo gemakkelijk. Wat ik uiteindelijk dan op een gegeven moment heb aangeleerd, ik heb het nooit echt geoefend, het kwam meer een soort van automatisch. Dat ik gewoon bijvoorbeeld... dat ik ben begonnen met pentatonisch. Ik heb een tijdje les gehad van Sean Lane en die heeft een paar dingen laten zien. Toen begon die middelvinger een beetje te werken bij me. Of als je bijvoorbeeld kwarten wilt spelen in pentatonisch, is dat met middelvinger iets gemakkelijker dan met je plectrum. Op een gegeven moment is ook mijn ringvinger er ook bij gekomen. Dus als je dat wil oefenen, zou ik aanraden om te beginnen met gewoon een simpele alternate picking oefening. Gewoon 4 noten per snaar. Eerste slag naar beneden met je plectrum. Tweede omhoog met je middelvinger. Plectrum. Middelvinger.
En dan proberen om het volume en het geluid hetzelfde te houden. Zo kan je een beetje oefenen om die middelvinger een beetje actief te krijgen. Een ander dingetje wat je zou kunnen doen is kwarten spelen. Je vinger laten rollen. Dat is dus plectrum naar beneden en middelvinger omhoog. Dus eigenlijk is het een wisselslag. Beneden, omhoog, beneden, omhoog. Dat is die middelvinger. Probeer het volume gelijk te houden en probeer de klank gelijk te houden. Dus de klank van de plectrum en de klank van je middelvinger. Dat is mooi van die chicken picks. Die klinken heel dik. Die hebben een beetje het geluid van je vingers. Dus heel ideaal voor hybrid picking. Zo ook lekker af en toe kan je noten een beetje laten snappen. Dat is ook lekker voor een beetje van die rock dingen. Dat is eigenlijk het idee. Probeer ook licks die legato zijn of licks met hele grote intervallen. Probeer die gewoon te vertalen naar je hybrid picking. Dit likje. Deze bijvoorbeeld. Die kan je ook spelen. Dan heb je diezelfde lick met hybrid picking en wat minder strekken. Een ander dingetje wat ik bij op jouw gitaar zie. Je hebt daar een sok om je gitaar gespannen. Wat is dat? Ja, vroeger had ik een sok. Daar een tijdje allerlei haarbandjes. Dit is gemaakt door Groove Gear. Het is wel ideaal. Het is gewoon een device wat je open snaren dimt. Dus normaal als je met vervorming speelt en je staat een hele muur van versterkers achter je op podium, dan kan het nog eens allemaal gaan doorklinken. Wordt het een beetje grommel. En met die band eroverheen is ideaal voor in de studio, maar het is ook ideaal live. Dan houdt het een beetje. Is het een beetje dem met je rechterhand erbij. Dan blijft alles een beetje netjes. Ja, ik krijg heel veel mensen op gitaarles en die zien ze toonladders en akkoorden als twee totaal verschillende dingen. Dat zie je vooral bij gitaristen, is wel grappig. Bij pianisten is het meer één ding. Die spelen een solo en dan gaan ze kompen met hun akkoorden doen. En dat is het eigenlijk één ding, zie je. Met gitaar is dat wel grappig. Gitaristen gaan soleren en die gaan de hele hals over en dan gaan ze begeleiden. En dan spelen ze eigenlijk gewoon de hele tijd maar één akkoord en weten ze niet zo goed wat ze moeten doen. Terwijl ze net al die ladders hebben gespeeld. Nu kennelijk wel al die noten weten te vinden, maar dan niet voor akkoorden. Dat is wel grappig. Wat je kan doen is pentatonische ladder. Even heel simpel, B pentatonisch. Ja. Gewoon vijf noten. 1, 2, 3, 4, 5. Dat zijn al die verschillende boxen van pentatonisch. Die kennen de meeste gitaristen wel. De eerste box, tweede box. Dit is de eerste, tweede. Wat je kan doen als je vier noten speelt in die pentatonische ladder. Ik pak even willekeurig iets, bijvoorbeeld deze. Pak deze. Eigenlijk is het een soort B mineur 11. Als ik al die noten opschuif naar de eerstvolgende noot in pentatonisch, dan krijg ik dus een E wordt een Fis, een A wordt een B, een D wordt een E, en een Fis wordt een A. Dus dit akkoord. Het volgende akkoord is dan deze. Als ik weer hetzelfde doe, ik schuif alle noten op naar de eerste volgende noot in pentatonisch. Die gaat daarheen. Dus deze wordt dan deze. Deze opschuiven naar de eerstvolgende positie wordt deze. Dan komen we bij deze. En dan zijn we bij de eerste. En dus hebben we vijf verschillende voicings voor B pentatonisch. Je kan het gebruiken voor funkslagjes. Je kan het gebruiken voor ook te gek als je een tijdje aan het kompen bent en je zit een hele tijd in één toonsoort. Dan kan je al die kleine akkoordjes gebruiken. Ik heb nu een topnoot op de E-snaar. Maar je kan ook een topnoot op de B-snaar pakken. Dan heb je deze. Dus kan je hele leuke ideeën ook voor je composities. Kan je hele toffe ideeën krijgen.
dit is dan B minuur pentatonisch wat je speelt. Betekent dat je dat op B minuur akkoord alleen kan loslaten? Nee, je kan het ook loslaten op alle familie van B minuur. Dus B minuur, stel er zitten even in B minuur Dorisch. Dat zou bijvoorbeeld een ander akkoord zijn in B minuur Dorisch, een A ionisch. Dan kan je... ook op die A. We hebben wel wat nadruk op aangelegd, maar... Ja, pardon. Als je er meer over wilt weten, ik heb een hele DVD over gemaakt voor True Fire, met het hele concept over een hele DVD helemaal uitgemolken op alle akkoorden, alle harmonieën, ook melodisch minuur, op harmonisch minuur, pentatonisch, op de modes. Met allemaal alle voorbeelden met jamtracks erbij. Dus dat is een goed punt om te starten, denk ik. Dankjewel, Richard.